Ik stortte in. Klapte dicht. Ik werd woest. Ze moeten niet om mijn kind komen. Zeker niet als ze is overleden. Dan moet je met rust laten. Sandra Beuving kan het niet bevatten. Gistermiddag blijkt het grafje van haar 4-jarige dochter Luna compleet vernield te zijn. Dat kan je niet doen. Dat is echt. Je krijgt een klap in je gezicht. Alsof je er voor de tweede keer verliest. De kleine Luna overlijdt 4 jaar geleden. Ze raakt op het schoolplein verstrikt in een paardenspeeltuigje en wordt te laat gevonden. Wognum is in diepe rouw. Het is dan ook onbegrijpelijk dat iemand het nu op Luna's graf heeft gemunt. Nou ja, kijk, jouw vlinder uit Portugal die ze van jou heeft gehad. Ze is helemaal stuk gegooid. Er lag daar ook allemaal glas op de grond. En wat ik ook heel erg vind, daar ben ik heel zuinig op geweest. Van de kralen wat ze van al de vriendjes, vriendinnetjes uit de klas heeft gehad. Luna, we missen je. Of we gaan je missen. Die stuk, die heb ik al die tijd kunnen bewaren. Dat doet me heel veel. Maar, en jullie zijn er wel van overtuigd dat, dat het doel bewust is gedaan? Ja. Ja, want anders hadden de andere graven ook stuk moeten zijn. En alle andere graven is niks mee aan de hand. Het is echt alleen bij Luna. Dus dat is voor mij duidelijk dat het echt voor haar of voor mij of mijn man gericht is. Ja. De vernielingen moeten woensdag tussen 2 en 4 uur 's middags zijn gepleegd. Sandra hoopt dat er mensen zijn die iets hebben gezien. Ze heeft inmiddels aangifte gedaan. Ik hoop gewoon dat... Dat diegene zich melden wil en wil laten weten waarom of ze zoiets ons wil laten voelen. Het is gewoon verschrikkelijk. Dit kan je iemand niet aandoen. Laat iemand met rust. Ze liggen hier voor hun rust.